installatie van procureur-generaal Gracia Parasim van gisteren bij het Hof van Justitie plaats. Er werden enkele toespraken gehouden waaronder de procureur-generaal Gracia Parasim. De PG liet weten dat de integrale samenwerking nodig is om de rechtsorde te handhaven. We voeren u terug naar het moment. Een der taken van het OM is het zorg dragen voor de strafrechtelijke handhaving van die rechtsorde. Wij kunnen als OM dat niet alleen doen. Dat vergt samenwerking. De integrale samenwerking is daarom van belang. Het OM wil een toegankelijke veiligheidspartner zijn die als gelijkwaardige partij het overleg en de samenwerking zoekt met relevante partijen om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Ons werk moet kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid, genoegdoening en een veilige samenleving. Wij laten ons daarbij niet intimideren en gaan onverschrokken door met het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Tegenover een professionele criminele organisatie dient ook een professioneel OM te staan, welke in staat is de meest gecompliceerde onderzoeken te verrichten. Dit is het OM samen met de politie gelukt in de afgelopen periode. Ik noem hierbij de strafzaken van de 100 containers met illegaal hout, van de 3 verkoolde lijken, opgegraven vliegtuig, drugsvangsten in bevroren vis, fraude bij het ministerie van Financiën, corruptie bij de SBSB enzovoorts. De successen zouden evenwel groter zijn wanneer het OM zou beschikken over de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, interceptiesystemen, meer officieren van justitie en gekwalificeerde manschappen bij de politie die ook over de nodige middelen beschikken om het werk naar behoren te kunnen doen. Ik spreek de hoop uit dat nog dit jaar de concept van bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt goedgekeurd in DNA. Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar een aanvang te maken met de RAJO-opleiding voor de staande magistratuur om het tekort aan vervolgingsambtenaren op te vangen. Corruptie is een groot vraagstuk dat met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Het mag nimmer zo zijn dat criminelen via corruptie voet aan de grond krijgen binnen publieke organisaties en zelfs processen en besluiten beïnvloeden. Als overheidsorganisaties en hun mensen daar gevoelig voor zijn of te weinig alert zijn, vormt dat een voedingsbodem die levensgevaarlijk is. De samenleving en de strafrechtketen dienen daartegen weerbaar gemaakt te worden. Het OM is een organisatie met een interne hiërarchie die thans bestaat uit 28 vervolgingsambtenaren en 89 medewerkers die hun werk zeer toegewijd doen. Wij maken gebruik van ieders expertise, kennis en ervaring. Daarbij hoort de doorontwikkeling naar een sterke, professionele en moderne OM-organisatie die in staat is uitvoering te geven aan de OM-acties en strategieën. We stuiten hierbij echter op de volgende knelpunten. In artikel 32 van de Wet op de inrichting en samenstelling van de rechtelijke macht is de samenstelling van het Hof aangegeven en staat vermeld dat werkzaam zijn bij het Hof een procureur-generaal en 2 advocaten-generaal. De huidige situatie is dat er nu wel een procureur-generaal is, maar geen advocaten-generaal. Ik heb in mei van dit jaar, na de pensionering van meester Rassam, de voordracht gedaan tot benoeming van meester Niamet in de functie van advocaat-generaal. Het raadsvoorstel hieromtrent ligt reeds enige tijd op het kabinet van de vicepresident. De behandeling ervan heeft nog niet plaatsgevonden in de Raad van Ministers. Dit bemoeilijkt opschuivingen die moeten plaatsvinden in de organisatie. Het OM heeft ook een tekort aan parketsecretarissen. De selectie van juristen heeft al plaatsgevonden en is opgestuurd naar het ministerie van Justitie en Politie. Tot op heden heeft geen enkele nieuwe parketsecretaris zich aangemeld. Het komend zittingsjaar starten we met een tekort aan maar liefst 12 parketsecretarissen. Dit betekent dat officieren van justitie naast hun eigen werkzaamheden ook de werkzaamheden van de parketsecretaris zullen moeten doen. En ik vraag de aandacht van de president om deze kwestie spoedig ter hand te nemen. Het werk op het Openbaar Ministerie staat niet stil. Het is spannend en uitdagend. Officier van justitie zijn is niet alleen van achter het bureau. Vervolgingsambtenaren dienen ook zichtbaar te zijn op het veld en iets terug te doen voor de gemeenschap. Zo hebben officieren van justitie van de desk milieucriminaliteit samen met collega-officieren een bezoek gebracht aan professor Naipaal en hem geholpen in zijn nursery. Dit is de plaats waar de zaden van de mangroveboom worden geplant en als ze reeds stevig genoeg zijn, worden overgeplant in de kust op vrije bodem.
De werkzaamheden die ze hebben verricht waren het aanvoeren van modder in grote tijlen, de modder in kleinere potjes vullen en sorteren, een zaad op de modder in de potjes leggen, de bestaande bedden met jonge zaailingen van onkruid ontdoen en opruimen. Behalve dat de officieren van justitie op deze wijze hun bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van ons milieu, hebben ze elkaar ook op een andere manier leren kennen en het gevoel van saamhorigheid vergroot. Wij timmeren heel hard aan de weg. En hoewel wij heel hard ons best doen om ons werk naar behoren te doen, lopen wij als OM het risico dat telkens als iets misgaat, mensen roepen, zie je wel, er is niets veranderd. Leiding geven is elke dag hard werken en uit je comfortzone gaan. Soms kunnen dingen mislukken en moet je een stap terugzetten. Je moet compassie hebben voor de medewerkers, luisteren, kunnen beschermen en leren van fouten. Onze handelingen kunnen inderdaad ingrijpend zijn en beseffen wij ook dat wij niet ieder tevreden kunnen stellen. In onze oordelen en handelen laten wij ons evenwel niet leiden door de waan van de dag en door de grillige dynamiek van social media. De samenleving moet wel kunnen rekenen op een betrouwbaar OM dat zichtbaar en merkbaar is. En daar werken wij naar.